Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 16 mei. Zeg ik dat goed? Nee, 13 mei. Grapje. En als je heel veel zin hebt in een nieuwe weekvlog, zou ik het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus maandag en het is nog geen eens 8 uur. Maar ik moet om 8:02 moet ik de trein hebben. En ik had echt geen tijd om te filmen. Ik heb ook echt, mijn make-up ziet er niet uit. Ik moest echt heel snel, want ik moet dus om 8:30 op school zijn. Dus het was lekker weer haasten na het weekend. Ik ben echt heel erg moe. En ik heb het er echt zo zwaar mee dat Mick er niet is, want Mick is dus een week weg. En dit is dag 2 en het bevalt me echt heel erg goed, omdat we ook niet kunnen appen. Maar in ieder geval, ik ga nu naar... het spoor lopen en mijn camera heb ik mee. Ik heb vandaag tot 3 uur les. Ik heb niet echt een les die ik kan filmen, dus ik weet niet of ik dat ga doen, maar in ieder geval ja. En ik moet vanmiddag ook nog even werken. Oké, ik ben op school en ik zit nu in de mediatheek. Dit is de eerste keer dat ik aan het leren ben in de mediatheek. We moeten 2 uur wachten en dan hebben we straks muziek, dus daarvoor zijn we nu aan het wachten. En ik moet dus nu een onderzoek doen voor kinderen. Hoogbegaafde kinderen. Dus ik ben wel even bezig. Ik ben terug van school. En ik heb net in bed gelegen. En even YouTube video's gekeken. Ik had tot 3 uur school. Dus ik was iets na 4 thuis. En ik moet straks om 5 uur werken. En ik heb echt geen zin. Want ik ben gewoon moe. En ik heb nog steeds niks van Mick gehoord. Dus ja, en ik ga vanavond even wat dingen bestellen op internet, daar heb ik wel zin in. Dus dat zal ik misschien nog wel even laten zien. Maar ik ga nu nog even een video kijken, er is zelf ook nog een vlog van mij online gekomen. Dus dat eigenlijk. Het is vandaag dinsdag, ik hoop dat je het een beetje hoort, het waait namelijk heel hard. En ik had echt geen tijd om vanochtend te filmen, dus ik film even op mijn telefoon. Ik loop nu richting het station. Tot 5 uur school. Ik heb mijn camera mee, maar geen zin om hem te pakken. En ik heb vandaag eerst VHT. Daarna traject kunst. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. In ieder geval, ik heb echt super erg haast gehad. En ik haat dat. Ik was om 8 uur op. Dus dat ik om 10 uur op school moest zijn. Maar ik had alsnog haast omdat ik gewoon geen zin had om iets te doen. Maar ik loop nu, wat heb ik aan? Een jurkje. En ik loop nu naar de trein. Ik ben terug van school en ik had dus net traject kunst. En wat we gingen doen, we gingen drama met geschiedenis een beetje doen. Als je het een soort van kort wil uitleggen. En ik moet over 10 minuten weg voor werk. En ik ben zo moe. En ik heb zo geen zin. Maar ik moet... Oh. En ik heb nog steeds niet zoveel van Mick gehoord. Dus ja... In ieder geval, ik ga me nu omkleden. En dan ga ik richting werk. En ik heb morgen vrij van school. Dus morgen ga ik werken. Ik wil eigenlijk morgen ook sporten, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Donderdag heb ik stage. Vrijdag ben ik ook vrij. Dus vrijdag ga ik ook werken. Dus dat eigenlijk. Oké, ik ben weer terug van werk en ik lig weer in bed. En ik zag net op Instagram dat zo'n rokje die ik best wel graag wilde... van Most Wanted weer terug is. Dus die ga ik nu even bestellen. Zo, ik ben helemaal buiten adem. Ik bestel de laatste tijd echt heel veel. Maar ja, ik werk ook veel. Dus ik vind dat dat ook gewoon mag. En het gaat goed op school. Dus ik mag mezelf ook gewoon belonen. Dus ik ga nu even shoppen. En dan laat ik zo meteen even zien wat ik in mijn winkelmandje heb. Het is vandaag woensdag. En ik moet niet naar school. Het is nu 14:15. En ik moest om 8 uur werken. Dus ik heb van 8 tot 2 gewerkt. En ik dacht... Oké, ik moet om... 16:30 oppassen. Dus ik ga nog even 2 uur even actieve dingen doen. Helemaal bij het adem van de trap lopen. Ik ga me zo eerst even omkleden. En zondag heb ik een superleuk evenement in Amsterdam. En dan wil ik even heel leuk outfits hebben. Dus ik ga nu even mijn outfits klaarleggen en even bij elkaar zoeken. Want mijn kamer is echt een mega erge troep. Ik heb ook niet zoveel make-up op, maar dat maakt op zich ook niet uit. Ik wilde eigenlijk nu gaan sporten, maar dan denk ik, ja, ik kan beter even spullen klaarleggen. Ik ben toch al 2 weken niet mee sporten, dus boeien. En
Ik mis Mick echt super erg. Het is echt te ziek. Ik denk omdat we daarvoor met elkaar best wel veel samen zijn. En nu is dat opeens niet. En ja. Dus ik ga even mijn camera opladen. En dan neem ik jullie zo meteen even mee. Oké, ik ben voor mezelf even een broodje aan het maken. En dan ga ik daarna ga ik richting mijn vader toe. En dan ga ik daar ga ik even die kleding klaarleggen. En volgens mij is daar ook een pakketje van Naked gekomen. Dus die ga ik ook even bekijken. Dus dat eigenlijk. Echt bleek. Ik wil ook onder de zonnebank. Maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik denk ik volgende week doen. En mijn haar is vet. Maar ik ben het aan het uitstellen met wassen. Mick is er toch niet. Dus niemand heeft er last van. Ik zit nu in de auto. Ik ga nu naar mijn vader toe. En dan ga ik daar de spullen klaarleggen. En ik zal jullie sowieso de outfits laten zien die ik dan heb. Maar het evenement is zondag. Dus dat is alweer in de nieuwe week vlog. Oh ja, ik krijg ook heel vaak vragen over mijn Spotify lijst. En die zal ik even in beeld zetten. Want ik heb twee lijsten. Ze heet allebei Janette, maar met één met een. Even kijken. Eén is met een smiley en die andere is met een sterretje en een hartje. Dus als je dat wil, dan kan je die lijst volgen. Ik laat dus altijd allemaal pakketjes naar mijn vaders huis komen. Dus als ik dan daar ben, altijd super leuk. Ik heb een pakketje van Naked, maar ik twijfel of ik het nu ga opnemen. Zou ik het gewoon doen? Kijk ik zo meteen even naar. In ieder geval, ik ga nu even de outfits klaarleggen. Gelukkig is het nog wel een beetje opgeruimd, dat scheelt. Alleen dit is weer echt een ramp. Er is een hele stapel. Maar ja, ik heb ook geen idee waar het past. Dus ik moet op United Wardrobe dingen gaan verkopen. En ik ben er nog steeds niet aan toegekomen. Oké, ik heb weer een unboxing van Naked. En ik hou echt heel erg van de items van Naked. Dus ik ben weer super blij. En ik heb voor jullie een kortingscode zoals altijd. Even kijken. Ja, net de 15 voor 15% korting. En ik zal de linkjes altijd gewoon in de beschrijving zetten. Als je denkt van ik wil het even checken. Oké, ik heb 4 items mogen ontvangen. En als eerst is dat deze top. En deze heeft 1 zo'n mouw. En dit is dus gewoon dan bloot. En ik zag dit bij Fleur Nijbakker. En zij had hem volgens mij, ik weet even niet meer in welke kleur ze had. Een beetje geelachtig. En ik vind groen altijd echt heel erg leuk. Toen dacht ik, oké, deze body wil ik echt heel graag hebben. Ik heb hem in een maatje S. En het is een beetje zo'n legergroene kleur. Oké, en dit is de groene top. Ik heb er gewoon een zwarte BH onder. Ik heb alleen mijn bandje hier gedaan, dus die zie je waarschijnlijk wel zitten. Maar hij sluit echt heel mooi aan. En de, het is echt een heel zacht stofje, dus ik ben er echt heel erg blij mee. En als ik nu helemaal bruin ben, is het ook echt heel erg mooi. Ik vind het wel iets hebben. Ik vind het ook echt heel erg leuk voor uitgaan. Als tweede heb ik een super leuk rokje. En ik moet zoveel meer rokjes gaan dragen. Want ik heb echt hele leuke. En dat is namelijk deze. En ik heb echt al heel veel soort van panterrokjes en zo. Maar zo eentje had ik er nog niet. Dus deze vind ik heel erg leuk. Hij ziet er wel best wel groot uit. Terwijl, welke maat heb ik besteld dan? Een S. Nou, het rokje zit echt super goed. Hij sluit heel erg mooi aan. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. En hij is ook niet te lang. Hij zit eigenlijk gewoon precies goed. En de rits kon ook gewoon helemaal dicht. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik een jurkje besteld. En deze moest ik denk ik in een 34 bestellen. Nou, misschien past hij wel. Hij ziet er wel echt heel erg leuk uit. Hij moet wel heel even gestreken worden. En het is niet snel een jurkje die ik snel zou kiezen. Maar voor in de zomer vind ik dit zo leuk. Het is namelijk dit witte jurkje. En hij heeft echt super leuke mouwen. En de onderkant heeft hij van die verschillende laagjes. Ik hoop dat ik het goed kan laten zien. En dit is het jurkje. En ik zou dit nooit kopen eigenlijk zelf. Maar ik vind het wel heel erg mooi. De bovenkant vind ik heel erg mooi. De arm vind ik heel mooi. De onderkant vind ik wel net iets te bol. Alsof ik naar een soort van assenpoesterfeestje ga of zo. Dus ik weet het niet zo goed. Maar misschien als ik er een riem omheen doe, vind ik het al heel anders. En dan als laatste item heb ik. Oh ja, dit. Oké, ik weet het wel weer. Ik heb namelijk een
Zo, ik ben gewoon opeens de naam vergeten. Ik heb dat zo vaak als ik dan ga filmen dat ik opeens even niet meer weet hoe het heet. Maar met zo'n, heet dit een turtleneck? Ja, volgens mij wel. Nou, heb ik zo'n witte, gewoon een wit topje met zo'n hoog nek. Nou, ik kan hier echt niet tegen dat ik het niet weet. En ik heb al zwarte, maar ik vond het ook wel heel erg leuk om een keer een witte te hebben. En dat kan je ook heel goed combineren. Dus nu heb ik ook een witte. En dit is de witte top. Het enige nadeel is dat hij echt heel erg doorschijnt. Ik heb wel een witte kanten top. Alleen die heb ik er nu niet onderaan. Maar hij is mooi en het is een zachte stof. Alleen hij schijnt echt heel erg door. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Nou, dit waren dus de items van Naked. Dus met de kortingscode, ja, net de 15 krijg je 15% korting. En je kan natuurlijk ook een kijkje nemen in de beschrijving. Oké, het is vandaag donderdag. En ik ben net terug van stage. En ik ga nu heel snel naar Eva toe. Want die is bij de nagelsalon, want we gaan onze nagels laten doen. Even kijken. Ik heb namelijk een beetje uitgegroeid en ik wil gewoon een andere kleur. Ik was niet heel erg blij met deze kleur. Omdat ik hem gewoon zelf verkeerd had uitgekozen. En oké, ik ga nu even rijden. Is het nu al weer rood? Dus ik ga nu onderweg naar naartoe. Ik ben een beetje aan de late kant. Maar ja, ik kan er helaas niks aan doen. En dan gaan Eva en ik onze nagels laten doen. En ik denk dat ik wit ga doen. Tenzij ik daarop eens een kleur zie. Dat ik denk van die ga ik doen. Afgelopen dagen heb ik echt niet zo heel goed gefilmd. Dus ik weet nog niet zo goed wat er allemaal in voorkomt. Maar ja, ik dacht, vandaag ga ik nog wel een beetje wat filmen. En ik ga vanavond ook nog even met Eifke en Celia. Dus daarom. En morgen komt Mick eindelijk terug. Want die is dus nu bijna een week weg. Dus die zie ik dan eindelijk weer. En zaterdag weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar dat wordt vast wel leuk. En zondag heb ik een evenement. Maar dat wordt waarschijnlijk een nieuwe vlog. Dus ik heb er heel veel zin in. Daarom dacht ik, nou ja, ik ga nog wel even proberen heel veel te vloggen. En ik ben nu onderweg. En ik ben als het goed is over 20 minuten. Elke keer bijna enter 0 volgens mij. Nee, maar nou ja, het kan als Nederlands heel makkelijk was. Oké, ik ben terug van mijn nagels. En ik heb wit gedaan. Dat vind ik gewoon het allermooist. En mijn broertje heeft net het Nederlands examen gedaan. En dat ging super goed. En de rest van zijn examens ging ook heel goed, toch? Ja, behalve wiskunde. Ja, behalve wiskunde, maar dat is ook zijn slechtste vak. Dus dat maakt op zich ook niet heel veel uit als er één beetje slecht gaat. En je hebt dan nog aardrijkskunde en eco. Dus ja, ook wel. Die zijn wel pittig. Misschien kunnen we een video maken of je bent geslaagd of gezakt. Nee. Oké, en ik ga straks veel drinken in de stad. En ik heb een pakketje van Most Wanted. Heb jij die aangenomen, Hugh? Ja. Je liegt, hè? Ja. Oké, en ik heb een pakketje, die heb ik zelf besteld 2 dagen geleden. Dus echt super snel. En ik ga heel even snel iets eten, iets kleins. En dan zal ik even het pakketje openmaken. Ik heb net even mijn pakketje gepakt. En ik ga straks even wat drinken in de stad. Met Eifke en met Celia. Maar ik zie er echt niet uit. Ik moet me zo echt gaan omkleden. Ik weet niet wat ik aan wil doen. En mijn nagels zijn dus helemaal wit. En ik vind dat zo mooi. Oké. Maar ik had dus een pakketje besteld bij Most Wanted. Gewoon zelf. Omdat ik een rokje zag die ik heel graag wilde. En de bezorging was gewoon, als je het voor, het was gisteren al in huis. En ik had het maandag besteld of zo. Dus het was echt 1 aan 2 dagen. Echt heel erg snel. Even kijken. Alleen ik vind het altijd zo jammer dat de verzending als het zo duur is. Maar deze was volgens mij, even kijken, €30. En ik heb hem in een maat S. Op dat moment viel mijn camera uit. Het ziet er wel heel groot uit als ik het zo zie. Dit is een maat S. Maar misschien zit hij wel heel goed. En het is dus eigenlijk een broekje, maar het ziet eruit als een rokje. Ik zal hem wel eventjes aandoen, dan zie je die wel beter. Oké, ik heb hem aan. Maar voor €30 vind ik dit echt een hele erge miskoop. Het is een S en normaal zou ik ook wel een M passen. En deze is echt veel te groot. Maar dan ook echt veel te groot. En je ziet heel erg dat het een broekje is. Terwijl je dat helemaal niet op de foto zag. Het schijnt ook wel echt een beetje door. Het is niet een dikke stof of zo. Nee, ik vind het echt jammer. Zeker voor €30.
En die 5 euro verzendkosten of 6. Nee. Wat stom dit zeg. En hij is ook echt super groot. Normaal zit een S echt heel strak bij mij. Dus dat vind ik wel echt heel erg jammer. Oké, het is vrijdagavond. En ik ga zo meteen make-up halen. Eindelijk na een week. En ik heb er echt super veel zin in. Om hem weer te zien. En ik moest vandaag werken. Dus ik kon helaas niks filmen. En ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon een zwart jongenspak van Chiquelle aan. En een oversized spijkerjasje. En ik zocht mijn ketting. Maar die kon ik dus niet vinden. Dus nu ben ik echt heel erg bang dat die kwijt is. Dat heb ik altijd gelijk. Als ik denk ik kan hem niet vinden. Is die gewoon weg. Gewoon voor mijn idee. Dus ja, ik wil hem eigenlijk nu nog zoeken. Maar ja, nee, ik denk dat ik gewoon nu ga. En dan kijk ik morgen wel vanavond even. In ieder geval, ik neem mijn camera mee. En ik denk dat het volgende beeld is, samen met Mick. Het is vandaag zaterdag. Wat zit er nou op mijn camera? En Mick is eindelijk terug. Ja. Dus ja, hij gaat zo weer weg. Wordt weggestuurd eigenlijk. Nee, het is vandaag zaterdag en morgen hebben Eva en ik een evenement. En we wilden nog even wat nieuwe kleding kopen in Den Haag. Dus we gaan zo meteen even shoppen. En dan vanavond kom ik weer naar mij toe. Had je me gemist? Ja. Ik ook. Wat vond je het leukste? Van wat? Van je kamp? Niks. Het was niks leuks. Ja, toen we terug gingen met de bus. En hoe vaak heb je gedoucht? 1 keer. Van de 5 dagen. Ik heb elke keer in mijn vlog gezegd dat ik je heel erg mis. Ik weet niet of ik het erin ga doen. Doe maar. Nee, dat lijkt echt iemand die zo zit te zuren de hele tijd. Nee, dat vind ik niet erg. Wel. Maar ik ga zo naar Den Haag met Eva. Dus dan neem ik mijn camera mee. Ik ga ook naar Den Haag. En wat ik aan heb is deze trui en een flarebroek. Ja, ik zie het toch niet daar. Ik moet even scrubben. Oké, ik ben met Eva in Den Haag en we lopen nu in de Bijenkorf. En we hebben al wat dingen gekocht. Want we gaan morgen natuurlijk naar het evenement. Dus we willen even wat van die accessoires en zo kijken. Waar mensen hier nog steeds aankijken, hè, met video's maken. Hij is niet scherp. Zo. En we lopen nu in de Bijenkorf. En ik zit met alles te struggelen met wat ik wil kopen. We gaan met de lift. Of lopen we dit nog? Oké. Maar ik vind het gewoon super stom dat ik straks moet werken, want dan moet je een beetje haasten. Ja, dat haat het, echt. Voor 2 fucking uurtjes. Ja. Oké, Eva en ik zitten weer in de auto en het was echt heel erg druk in Den Haag. Maar we hebben op zich best wel wat dingen gekocht. Alleen niet voor de dingen waar we voor eigenlijk naar Den Haag gingen. Maar ja, dat maakt op zich ook niet heel veel uit. En ik moet vanavond ook deze vlog sowieso editen, want ik weet dus niet of ik dan morgen een nieuwe moet beginnen. Dus ga je morgen 1 vlog maar maken? Ja, ik moet echt even kijken. Ik kan toch filmen, kijk. Ja. Ik moet even kijken, ja. Maar we rijden nu naar huis en ik moet van 6 tot 8 werken. Echt super vervelend. En daarna kom ik mij ophalen. En zal ik straks thuis even laten zien wat we hebben gekocht. Oké, ik ben weer helemaal thuis. Ik ga even wat drinken pakken. En dan ga ik laten zien wat ik heb gekocht. Ik moet wel voor een half uur weg voor werk. Maar ja. Even kijken. Nee. Dus, en ik moet dus vanavond echt mijn vlog editen, want ik weet echt niet hoe lang mijn vlog is. Dus ik heb geen idee hoe het in elkaar zit. En dit ga ik sowieso drinken. En, ja, wat wil ik nog meer zeggen? Geen idee. Ik ga in ieder geval even laten zien wat ik heb gekocht. Het zijn meer echt rommeldingetjes, maar ja, dat mag soms ook. Bij de Rituals heb ik mijn parfum gekocht, die ik altijd koop. Deze is 40 euro. En ik draag deze altijd. Het is wel best wel een sterke, beetje wintergeur. Maar ja, ik vind het gewoon een hele fijne geur. Dan had ik ook nog deze body butter. Of wat is het? Body cream. Er nog bij gekocht. Want ik vind deze gewoon heel erg lekker passen bij die ander. Dus dat is echt top. Dus deze dan helemaal. En dan heb ik ook nog zonnebrand. Factor 30. Ik kom opeens helemaal niet uit mijn woorden. En ik heb nog een shower scrub en een self tanning lotion gekregen. Deze kreeg ik erbij, alle twee. Dus dat kan ik misschien wel even testen deze week. Heb ik een Lush masker heb ik gekocht. Proberen. Ik ga er zo even een sticker op plakken. En je moet hem in de koelkast bewaren. Dat niemand dit mag weggooien in de koelkast.
Dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb even niet weggooien erop gezet. Ik woon toch in huis met mannen, dus ja. Ik weet niet of ze dat dan opeens weg zouden gooien. Deze die je over je BH heen kan doen. Of gewoon als soort van strapless. Ik dacht, dat is wel super handig. Want ik heb heel vaak van die topjes. En deze zijn gewoon van de Primark. En dat was 6 euro. Dan heb ik nog een nieuwe zonnebril gekocht. Van dat Esprit, heet dat zo? Volgens mij wel. Deze. En ik vond deze wel echt heel erg leuk. Nu ik hem zo in de camera zie, vind ik het iets minder. Maar ik vond hem net heel erg leuk. Dus dat komt goed. Dan heb ik nieuwe panties gekocht. Eén met stipjes en één met hartjes. En dan ook nog gewoon normale panties. Clipjes voor in mijn haar. Dan heb ik nog oorbellen gekocht. Deze. En ik heb ook nog een superleuk pyjamaatje gekocht. Gewoon een zwart basic broekje met zo'n topje. Dat waren wel de dingetjes die ik heb gekocht. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb vandaag iets superleuks. Ik heb namelijk een evenement in Amsterdam. En Eva gaat met me mee. Die komt straks op het station. En ik heb het eerste outfit al aan. Ik heb even dit witte jasje aan, omdat dat even makkelijk is. Maar die ga ik straks uitdoen. En ik heb een hele koffer vol met outfits. En ik heb er echt super veel zin in. Dus ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn tasje. Ga ik zo nog even snel pakken. En dan ga ik richting Amsterdam. En dan ga ik iets superleuks doen. Maar ik zal nog in de trein even uitleggen hoe en wat en dit en dat. Maar in ieder geval, ik ben er helemaal klaar voor. Oké, ik zit in de trein. Ik ben echt wit. Ik had echt wat bruine foundation moeten doen. En ik ben met Eva. En we zijn onderweg naar Amsterdam Centraal. We zijn nu pas bij Leiden Centraal. En ik zou nog even uitleggen wat voor evenement we hadden. Want het is dus van Dutch Brand. Ik zou het wel even hier in beeld zetten. En zij hebben een site waar je een account kan aanmaken. En daar kan je ook van die boxen ontvangen. Waar bijvoorbeeld ja, producten in zitten die eigenlijk veel duurder zijn dan de waarde. Hoe zeg je dat? Ja, dus stel die box is bijvoorbeeld 20 euro. Kan je hem kopen, maar de waarde is bijvoorbeeld 100 euro. Ik zeg maar wat. En vandaag hebben wij dus dan een evenement daarvan in Amsterdam. En dan zal ik ook wel wat meer uitleggen. En dan gaan we ook foto's maken. En dan krijgen we dus ook gewoon inzicht in die boxen. En we gaan ook lunchen bij de Pancake Bakery. Of niet? Was het iets anders? Ik weet niet, maar dat zien jullie allemaal wel. We moeten nu in ieder geval nog een uur in de trein. En we hebben onze koffers hier. Wil je anders die in mijn koffer doen? Oké, Eva en ik zijn op Centraal en iedereen is er. Dus we lopen nu met z'n allen, met al die koffertjes, op Amsterdam Centraal. En we gaan nu als eerste naar Damrak, toch? Ja. En dan gaan we met z'n dertienen gaan we even foto's daar maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Waar gaan we nu naartoe dan? Beurspassage. Oké, wij hebben net foto's gemaakt. Oh, gaan we hier met z'n allen oversteken? Dat hebben we ook met kreeftbeekjes. Ik heb ook nog helemaal bijna niks gevlogd van haar. Maar er zit een plukje op mijn hoofd. Oké, zijn we er? Oh nee. Oké, we hebben de hele dag al foto's gemaakt. En we hebben gegeten bij de Pancake Bakery. Wat heel erg lekker was, maar ik zit echt heel erg vol. En we gaan dus nu naar... Nu heb ik het dus de hele dag verkeerd gezegd, want ik heb de hele dag Dutch Blend gezegd. Ja, het is dubbele. Dubbele. Maar hoe is het nog Dutch Blend? Ja, oké. Dus we gaan nu naar Dubbele, het kantoor toe. En dan gaan we kijken in het boxen van de zomercollectie, volgens mij. En wat ik nu aan heb, is deze blazer van Chiquel. Oh. Lekker slim in Amsterdam. Chiquel. En wat het topje was van de Stradivarius. En ik heb een rokje aan, maar dat zal ik zo meteen even laten zien. En van Most Wanted. Van Most Wanted. Ik vraag van jullie Premium Blender. En dan is dit een beetje een preview van wat erin komt. En verder voor jullie straks heb ik ook allemaal een leuke box voor jullie zelf. Een bedankje voor deze dag. En jullie mogen een doos in de bus meenemen. En verder krijg je nog een toffe boek in jullie doos. Er staat allemaal tips over Instagram, over hoe je... Oké, ik was de vlog aan het editen en er was als altijd geen einde. En het is ook een beetje een abrupt einde. Het evenement was echt super leuk. Maar dit is inderdaad het einde van de vlog. En dan hoop ik je volgende week maandag weer te zien bij een nieuwe video.